hoofdstukken die we niet hebben gedaan. Is hoofdstuk 4 en dat ging over conflictgebieden. En dat heeft alles te maken met de manier waarop dat hoofdstuk in elkaar zit. Maar in het hoofdstuk over India komt wel degelijk nog een stukje van dat onderwerp aan bod. En het gaat specifiek over interne en externe conflicten in India. Dus we gaan kijken naar bepaalde zaken van in hoeverre heeft India conflicten met landen in het buitenland. Zijn er conflicten binnen de landsgrens en hoe worden die dan veroorzaakt? Maar ook, hoe zit het land nou historisch in elkaar? Het is even van belang te begrijpen dat India een land is dat pas recent geworden is zoals het nu is. En dan heb ik het niet over de fysieke verschijning, maar over de landsgrenzen. Nou, we beginnen eerst maar even met dat historisch deel en daarna gaan we kijken naar de interne en externe factoren. Ik heb een kaart opgezocht en ik was op zoek naar een oude kaart die iets kon laten zien over hoe India eruit zag in de tijd dat het onderdeel was van het Britse Rijk. India was een kolonie en het was een handelskolonie, dus dat betekende dat de Britten daar voornamelijk voor de grondstoffen kwamen. En tot 1947 waren de landen die nu Pakistan, Bangladesh en India zijn, onderdeel van moederland India, om het maar zo te zeggen. Landsgrenzen zijn vaak getrokken op een tekentafel. Dat wil zeggen dat men heeft gezegd van oké, we trekken hier een scheidslijn. Dit deel van het land is van jullie, dat deel is van de buren, dat deel is van Frankrijk enzovoorts. Maar dat betekent wel dat heel veel van die gebieden enorm veel verschillende bevolkingsgroepen kennen. En voordat India überhaupt van Groot-Brittannië werd, waren het allemaal kleine koninkrijkjes. Kleine aparte landjes met eigen bestuurskenmerken, eigen talen, eigen culturen, die los van elkaar functioneerden. Nou, dat verdween natuurlijk toen India als grootmacht, als overheerser kwam. Maar dat betekende niet dat die kenmerken verdwenen. 23 talen, 5 godsdiensten, hoofdgodsdiensten, er waren er nog veel meer. En dat heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat er binnen het land discussies konden ontstaan over van wie welke grond nou precies was. Die discussie kwam met name op gang op het moment dat het land zelfstandig werd. In 1947, vertrok Groot-Brittannië vanuit India. Dat wil zeggen, ze stopten ermee dat het een kolonie was. En toen moesten ze een opdeling gaan maken. En wat er toen is gebeurd, is dat het gedeelte aan de westkant van India, wat nu Pakistan is, zelfstandig werd. Dat werd een islamitische staat. Dat wil zeggen dat daar op dat moment al veel mensen met een islamitische achtergrond leefden. En aan de andere kant had je India. Bangladesh was op dat moment nog geen zelfstandig land. Pas in 1971 scheidde ook Bangladesh zich af van India en werd daarmee een eigen staat. Je moet je voorstellen dat op het moment dat dat ging gebeuren, er enorme migratiestromen ontstonden. Want mensen met bijvoorbeeld een islamitische achtergrond die woonden in bijvoorbeeld Tamil Nadu hier in het uiterste zuidoosten, die trokken natuurlijk naar een land waar ze zich beter bij aangesloten voelden. Ofwel naar Pakistan, waar ze een eigen geloof hebben, maar ook een eigen taal spreken. In Pakistan bijvoorbeeld is de voertaal Urdu. En dat is een mix van Hindi en Arabisch. Terwijl in India zelf het Hindi een heel belangrijke taal is en Engels. Hetzelfde geldt overigens voor Bangladesh. Dus je ziet dat er al verschillen waren in die gebieden die je hier ziet. En dit is dan natuurlijk het historisch beeld van het land. Maar er zijn nogal wat dingen veranderd als je gaat kijken naar hoe het er nu tenminste uitziet. Je zou je kunnen voorstellen dat als je in zo'n land woont waar heel veel verschillende culturen zijn, dat je te maken krijgt met wat je zo mooi noemt afscheidingsbeweging. Heeft iemand een idee wat een afscheidingsbeweging is? Dat is een groep mensen die eigenlijk wil dat hun provincie een eigen land wordt.
Dat zie je in Europa ook een beetje terug. Er is een tijd geweest dat in Baskenland, in het noorden van Spanje, een grote groep mensen was die zeiden van, we willen apart van Spanje als eigen land verder. Catalonië, ook in Spanje, heeft daar ook last van. Maar ook, andere voorbeelden zijn te vinden. Maar dit zijn de bekendste voorbeelden. Waarom is dat probleem er nou niet zo heel erg in India? Omdat ze de staatsvorm heel slim hebben ingericht. Net als Duitsland is India een bondsstaat. Dat wil zeggen dat de provincies, of de Bundesländer, om het zeg maar op zijn Duits te zeggen, een bepaalde mate van autonomie hebben, een bepaalde mate van zelfstandigheid. Ze hebben dus eigen wetten, eigen regels. Ze kunnen kiezen uit bijvoorbeeld welke taal zij op nummer 1 zetten. En die vrijheid hebben ze allemaal. De landsregering heeft alleen maar gezegd, verplicht is dat ieder bondsland, iedere provincie, Engels als tweede taal geeft. Waarom denken jullie dat dat belangrijk is? Waarom willen ze per se dat al die kleine provincies Engels als tweede taal houden? Ja, je denkt dan nu aan het buitenland, dat ze in het buitenland kunnen werken. Maar wat zou het belang zijn binnen het land? Ja? Precies, ze moeten met elkaar kunnen communiceren. En als je in de ene provincie Hindi spreekt en in de andere Tamil, ja, dat matcht niet. Dus in dat geval is het handig als je ook Engels spreekt. Dus dat hebben ze toen gezegd. Maar goed, er is een probleempje. Het merendeel van de bewoners van India is Hindoe. En een ander belangrijk deel van de bevolking is islamitisch. En er is altijd wrijving tussen verschillende godsdiensten. Dat is een groot probleem. Overal ter wereld zie je dat. Mensen zijn altijd van mening dat hun godsdienst de beste is, met als gevolg dat er dus ruzies ontstaan. En dat is wat er gebeurt hier in Kashmir. Kashmir is namelijk een gebied dat hoort tot India, in ieder geval een groot deel, waarvan een merendeel van de bevolking islamitisch is. En die dus liever zouden horen naar Pakistan. Hoe dat precies zit, zal ik je zo meteen uitleggen. Het heeft er in ieder geval wel toe geleid dat al sinds de vorming van de staat India als land er discussie heerst over van wie de provincie Kashmir nou eigenlijk is. Met alle gevolgen van dien. Eerst maar eens even een kaartje. Een kaart waarop alle religies van het land, in ieder geval de percentages, staan afgebeeld. Zoals je hier mooi kunt zien, 80% van de bevolking is hindoe, is geel gekleurd. Maar binnen die gebieden heb je ook nog wat kleinere groepen. Bijvoorbeeld in het zuiden heb je dus, wat ik net al zei, een bepaalde groep met mensen met een islamitische achtergrond. Er zijn ook wat christenen aan de kust. Ga je noordelijker, dan heb je nog wat boeddhisten. Maar aan de grenzen zie je de grootste verschillen. Hier bijvoorbeeld heb je een groot gebied met daarin de Sikhs. Die zijn al best wel dicht bij elkaar gaan zitten. Dus die hebben eigenlijk een eigen provincie waar ze in wonen. Dan heb je hier Kashmir waar we het net over hadden. En meer aan de oostkant zie je de christelijke bevolkingsgroepen samen. Waar zouden die, denken jullie, vandaan gekomen zijn, de christelijke bevolkingsgroepen? Iemand een idee? Waar was India onderdeel van? Ja, Groot-Brittannië. En daar zijn ze toevallig christelijk. Dus dat zou kunnen zijn dat dat dus beïnvloed is door de koloniale achtergrond van het land. Je ziet dat er best wel spreiding is. Dat bepaalde groepen mensen op bepaalde plaatsen wonen. Dat is positief, want dat zou er dus voor kunnen zorgen dat de kans op discussies relatief klein is. Maar helaas, toch gebeurt het wel. En waar gebeurt het dan vooral? In Kashmir. Toen India zelfstandig werd in 1947, toen mocht Kashmir kiezen of ze bij Pakistan wilde horen of bij India. En de, zeg maar, president, de leider van Kashmir, was pro-India. Dus hij heeft gezegd van, wij horen bij India.
niet rekening houden met het feit dat het grootste gedeelte van zijn bevolking hoorde tot de mensen die in Pakistan woonden. Nou, vervolgens is er een soort oorlog geweest. Pakistan bezet Kashmir, India bezet Kashmir, er staat een grens. En die grens werd uiteindelijk de grens tussen Pakistan en India. Nou, in de afgelopen, nou, laten we zeggen, 70, 80 jaar heeft dat 9 keer onder andere tot flinke discussies, aanslagen, geleid. Waar je natuurlijk niet vrolijk van wordt. Dit is het voorbeeld van een intern conflict, moet ik eigenlijk zeggen. Dus binnen de landsgrenzen. Zou het iets, denk je, in Nederland ook kunnen gebeuren? Friesland? Ja, als de Friesen zich zouden willen afscheiden, dan zou dit kunnen ontstaan. Aan de andere kant hebben de Friesen natuurlijk ook al een soort van autonomie. Want ze hebben recht hun eigen taal te onderwijzen op school, in hun eigen taal te spreken. Dus wat dat betreft is dat een vrij goede oplossing. Plus het feit dat je kunt afvragen of zo'n provincie in zijn eentje rendabel zou zijn als land. Nee, inderdaad. Ze hebben weinig grondstof, wel aardgas, maar ook niet zoveel. Er moet je in Groningen zijn. Ja, als ze gaan naar oorlog, starten met Groningen. Nee. Dat is niet de enige plek. We gaan even naar het zuiden van India. Kijk even mee. Als je even de wereldkaart bekijkt, zie je dit. In het zuidoosten van India een eiland liggen, genaamd Sri Lanka. En Sri Lanka werd in 1948 onafhankelijk van India. Dus ook dat is een zelfstandig land. Maar er is een probleempje. Oorspronkelijk, de bevolking daar bestond uit boeddhisten. En omdat het natuurlijk een eiland was gelegen vlak voor de kust waar veel Tamil woonden, trokken die mensen al met enige regelmaat het water over en kwamen dan in het noorden van Sri Lanka te wonen. Uiteindelijk is ook daar best wel wat strijd om geweest. Want de Tamil tijgers noemden ze zichzelf, wilden bepaalde zeggenschap over het noorden van het eiland. Terwijl de boeddhisten daar juist weer anders over dachten. Ook hier zie je dus dat de mix van verschillende bevolkingsgroepen ervoor heeft gezorgd dat er discussies kunnen ontstaan. En dat is een probleem. Dan hebben we nog relaties met het buitenland. Een klein landje boven India, genaamd China, heeft nogal wat macht. Bijvoorbeeld Tibet. Tibet wordt gezien als provincie van China, is door China ingenomen. Dat spreek ik even uit mijn eigen mening. En die grens is enorm lang. Je ziet hier 4050 kilometer. En dat betekent dus dat er discussies zouden kunnen ontstaan over waar de grens tussen India en China nou precies ligt. Doe dat maar eens in een gebergte. En om dat voor elkaar te gaan krijgen, is van dit soort wachtposten neerzetten. En je ziet hier, Pradesh heeft een probleem. Want wat is nou precies de grens? De Chinezen zeggen van dit gele hoort bij ons. En de Indiërs zeggen dat hoort bij ons. En datzelfde geldt voor het gebied hier in Aksachin in het noorden. Wat overigens bestuurd wordt door China op dit moment. Dus er zijn ook daar discussies over. Maar hoe moeilijk is het om een grens te trekken? Heel simpel voorbeeld. Wie van jullie heeft wel eens ruzie gehad met de buren over van wie de schutting precies was? Nou, dat soort discussies zijn al erg genoeg. En dan heb je het ook over een grens, maar over een erfgrens. Laat staan over een grens van meer dan 4000 kilometer. Waar ligt die precies? Verder valt het heel erg mee. India heeft weinig internationale conflicten. Dus dat doen ze heel erg goed. Toch zie je een groot verschil. Wie van deze mensen heeft een Chinese achtergrond?
de linker. Wie is open naar de camera en wie niet? De Indiër is in dit geval opener. Je ziet ook daar wrijving tussen de groepen. En dan denk je van, moet dat nou nodig zijn? Kun je geen afspraken maken? Kun je niet samenwerken? Kennelijk vinden ze dat heel erg moeilijk. Maar ja, dat is hetzelfde als met die schutting bij je buren. Die ene vierkante centimeter grond is van mij, dus daar heeft de buurman niks over te zeggen. En daar is alweer iets voor te zeggen. Tot zoverre. Ik hoop dat jullie een beetje een beeld krijgen van hoe dit soort zaken in India in elkaar zitten. Met name dat historische oogpunt is daarbij heel belangrijk. Realiseer je dus dat het koloniale verleden ertoe heeft geleid dat bepaalde plaatsen op dit moment plek zijn waar we mogelijk conflicten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld in Kashmir. En de gevolgen daarvan zullen nog jaren blijven bestaan.